Nou, dat is ook niet meer helemaal recht, die mesje. Er zit een slag in. Maar wat ik jullie wil laten zien is, hoe verwissel je nou die mesjes van dat ding? Nou, dat doe je als eerste. Je moet eerst hier zet je deze op laag. Dan doe je zo die mesje erin. Eenmaal de geleidingswiel. Oh. Eenmaal overnieuw. Je hebt nog een herkansing, hè? Nou. Dan druk je deze, die moet je omhoog doen. En dan kan je hem er zo in drukken. Kijk, nou zit hij vast. Zo. En dan druk je deze even weer op 1. Want deze moet je altijd, die hendel moet je altijd met de lengte van de machine meezetten. Dus naar beneden. Dan komt hier wat druk, dan gaat de druk van dat ding af. En dan doe je zo. En dan kan je heel gemakkelijk het mesje eruit halen. Of is dat andersom? Even kijken hoor. Nee, nee, oké. Okay. Nee, het is wel goed. Dus als je de druk, je moet de druk van dat ding afhalen. En nu kun je hem er weer in doen. Hendel omhoog. Met één hand hendel omhoog. Zeg maar van de machine af. En naar de machine toe is vast. Ik zal het helemaal zo doen. Kijk. Hier heb je dat palletje. Die doe je omhoog. En dan kan je de mes eruit halen. Dus de palletje omhoog. Mesje er weer in en palletje los. Wat je ook moet doen, is deze. Deze moet zo staan. Want als die zo staat, dan komt die druk op. En dan komt die druk op. Zo. En dan wil dat niet. En het mesje is scheef, dus deze kan wel weggegooid worden. Hè? Moet je kijken. Hoe scheef dat hij is. Dat zien jullie wel zo. Zo zien jullie hoe scheef dat die mesje is. Dus deze die kan weg. Hè? Moet je kijken. Nou, zo is het niet te zien. Maar als je zo kijkt. Dan is het hele ding scheef of niet? Nee, dat niet. Oké. Okay. Ja, en het is gewoon een hele, ik vind het goed. Het is een goede machine. De oplader. Zo, nou, we zullen het mesje nu al er nu weer af. Dan doen we dat ding omhoog. En dan, kijk, er vliegt automatisch het mesje er al uit. Zie je dat? Nou, dan doe je zo. Nou, deze accu's heb ik erbij. 2,0 uur. Nog één. In totaal 4 van deze accu's heb ik. En 2 van deze, van 4,0 uur. En dit is een accu. Nou. Oké, okay. Nou dit was hem. De Fonstock uitleg video.